Ik heb heel hard getwijfeld. Toen had ik de envelop met een brief en mijn brievenbus kreeg van ja, ik voel niks, moet ik er eigenlijk al meedoen. Maar ik dacht, ja, ik had dat zoiets gelezen. Dat is eigenlijk geen moeite met een borsteltje over uw stoel gaan en een potje steken, opsturen. En dan ja, een goede week nadien krijgen dan het verdict van dat het resultaat toch niet zo afwijkend, dat het afwijkend was eigenlijk. En dat het dus zeer aan te raden was voor een coloscopie te laten doen. Patrick is een van de 50-plussers die meedeed aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Een eenvoudige test waarmee je de ziekte zou kunnen voorkomen. Nochtans verliezen er dagelijks 5 Vlamingen de strijd tegen darmkanker. Goedemiddag, op Colémont. Ik moest een lezing komen geven. Le Colémont is al meer dan 25 jaar maag- en darmspecialist in het Sint-Vincentius ziekenhuis in Antwerpen. Hij heeft er zijn missie van gemaakt om een efficiënte strijd tegen darmkanker te voeren. De volgens hem onderbelichte kanker moet meer aandacht krijgen bij het grote publiek. De mensen zoveel mogelijk informeren is een eerste stap in de goede richting. Vandaag geeft hij een lezing aan enkele laatstejaars studenten farmacie. Onschuldige, onwetende mensen sterven in 2015 aan darmkanker door gebrek aan informatie. Hoeveel mensen kennen het verhaaltje van dat klein polypje? Dat klein polypje dat 8 tot 10 jaar nodig heeft om eventueel uit te groeien tot een kwaadaardig gezwel. Het is met andere woorden een heel traag proces. In Europa zijn er per jaar 400.000 nieuwe gevallen. 400.000 nieuwe gevallen. Per dag vandaag hebben meer dan 1000 mensen in Europa te horen gekregen dat ze darmkanker hebben. Jullie zijn toekomstige apothekers en jullie hebben allemaal de mogelijkheden, de kracht en de middelen om ook darmkanker mee helpen een halt toe te roepen. Mensen die meededen aan het bevolkingsonderzoek en waarbij iets ongewoons werd gevonden in de ontlasting, worden uitgenodigd in het ziekenhuis voor een coloscopie. Tijdens die korte en pijnloze kijkoperatie gaat de dokter op zoek naar polypen in de dikke darm. Vaak kunnen die meteen ook verwijderd worden. Je ziet zonder dat ik eraan gekomen ben, is er een klein beetje bloed aan. Hè? Maar voorzichtig toe. Voorzichtig toe. Doe nou eens open. Voorzichtig toe. Oké, we hebben ze alle twee. Dit was een mevrouw van 62 jaar die deelgenomen heeft aan het bevolkingsonderzoek voor het vroegtijdig opsporen van darmkanker. Het bleek een afwijkende test te zijn. Dus er was meer occult bloed in de ontlasting aanwezig. Occult bloed wil zeggen bloed dat je met het blote oog niet kan zien, maar met die eenvoudige test toch kan opgespoord worden. Dat was dus afwijkend, te veel bloed. We hebben een bijkomend onderzoek gedaan en ze bleek inderdaad dus 2 polypen te hebben, vlak naast elkaar gelegen, die we zo net hebben weggenomen. En dan waren we waarschijnlijk wel 1 darmkanker letterlijk en figuurlijk gestopt is. Want de kans dat 1 van die polypen uiteindelijk binnen 2-3 jaren darmkanker wordt, die was wel reëel. Hoe is het hier? Goed, is het allemaal meegevallen? Ja, het is niet te lastig geweest onderzoek? Nee, helemaal niet. Oké, zo te beter. Ja. Binnenkort geeft dokter Colémont zijn job in het ziekenhuis op om zich volledig te storten op zijn VZ2 stopdarmkanker. Dankzij onder meer een schenking van Mark Koeken hoopt hij darmkanker in de toekomst alsmaar vaker te kunnen voorkomen.